vandaag zijn we op het belangrijke moment dat we de eerste paal gaan draaien. En uiteindelijk zo eind september volgend jaar, dan zullen de eerste studenten erin kunnen. Wat gebeurt er dan? Wat komt er hier dan? Er komt een gebouw met in totaal iets van 2000 vierkante meter over 3 verdiepingen. Hij wordt heel open omdat het natuurlijk een leeromgeving is, dus we hebben zoveel mogelijk glas. En zoals je weet is die ook midden op het Science Park. Eigenlijk hebben we een supermooie locatie van de universiteit kunnen overnemen. En alle standaard unit operations of processtappen die er in de industrie gebeuren, die zullen er vertegenwoordigd zijn misschien. Eigenlijk volg je een heel productieproces voor een medicijn vanaf het begin tot aan het eind. De tijd is voorbij dat je als eenling op je zolderkamertje geniale vindingen deed. Tegenwoordig gaat het erom om mensen in de juiste setting en voorzien van de juiste apparatuur, juiste middelen bij elkaar te brengen. En dan kunnen hele bijzondere dingen ontstaan. En wat bijzonder is aan dit gebouw is dat het geen gebruiksgebouw is in de enge zin van het woord, maar het is eigenlijk ook een soort van demonstratiegebouw. Dus het gaat heel erg over de confrontatie tussen mensen en techniek en gebouw. Voor dit gebouw op het Leiden Bioscience Park kregen we een ingewikkeld programma van eisen. Het is een gebouw bomvol techniek en een heel krappe locatie. En uiteindelijk gaat het dus om creativiteit. De creativiteit waarmee je oplossingen genereert, betekenissen toevoegt. En dat is denk ik ook het grote band tussen wat wij doen en wat wetenschappers doen in een laboratorium. Het gaat uiteindelijk over het maken, het ontvangen van die ideeën die ons verder helpen. Omdat wij daar mooie perspectieven zien om samen te werken vanuit het Heliumcentrum. Voor de bedrijven die op het park gevestigd zijn, is het belangrijk dat de mensen goed getraind zijn op het gebied van GMP. Training in de praktijk is denk ik de beste training. We vinden dit een fantastische gelegenheid en we hebben ook een goede samenwerking. Hoe we het personeel daarheen sturen, die moeten leren hoe in de echte wereld vaccins gemaakt worden. En dan kunnen wij dat in het lab benaderen. Ik denk in de farmaceutische industrie is het heel belangrijk dat er goed getraind wordt. Maar dat doe je in principe niet in een farmaceutische fabriek doen. Waar je geleerd wordt hoe je dat goed moet doen. Dat is een uitmaat. Ik ben helemaal goed. Wat ik dus leuk vind aan het start van dit project is dat je GMP leert. En dat is in de synthese op dit moment heel belangrijk. Wij willen onze core business richten op het maken van medicijnen, op het maken van drugsubstances. En niet zozeer op het opleiden van mensen.